ben even weer bij mijn eettafel. Nou, dat is sowieso twee keer wit, halve wit broodjes, bolletjes. Het is inmiddels alweer bijna 5 uur. Nog een uurtje, dan moet ik Roodbakker weer bellen. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer donderdag 15 april 2021 en het is bijna 1:30 in de middag. En zoals je ziet ben ik lekker aan het lopen met mijn meisje. En zometeen is het weer voedselbank, dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zoals jullie dus weten, ben ik dus bij de voedselbank geweest. Ik heb hier al het een en het ander op tafel. Ik heb hier nog wat het een en ander in de tas. Dat heb ik gekregen van iemand die ook bij de voedselbank loopt. Die dat dus niet lust, dus, of niet wou hebben. Dus dat wou ze aan mij geven. Dus dat komt er nog later bij. Maar Roderick die is er ook al met de twee zusjes. Dus dat ga ik ook zo meteen eventjes dan laten zien. Maar eerst de pakket zelf laat ik zien. En daarna laat ik dus dat, de andere producten zien die ik erbij heb gekregen. Dus dan weten jullie dat even van hoe en wat. Komt goed. Oké, ik ben even weer bij mijn eettafel. Nou, dat is sowieso twee keer wit, halve wit broodjes, bolletjes, spessieboontjes, hamburgers, gehaktballetjes, hummus, deze dingetjes weer, pindakaas, komkommer, druifjes, cherrytomaatjes. Ja, currysoep, lekker chocolade, Tony's chocoloni. Nou, dit, wortelen, Doritos, uien, limoen, aardappelen en rode biet en ras basmati, weet ik het. En dan nog deze tracciatelli of zo, weet ik veel. Dus ja, dus dit heb ik weer van de voedselbank. Ja, nou ja, ja. Dus dat. Dus, en dan ga ik dit eventjes een beetje opruimen en dan doe ik die tas. Zoals jullie zien heb ik dus weer wat op tafel. Nou, dit is dus de extra wat ik dus van een persoon heb gekregen. Het is ook nu Ramadan op dit moment, dus ja, dan, ja, ik weet niet hoe dat zit. Maar dit heb ik dus extra gekregen. Deze heb ik dus extra, dus dat gaat lekker de vriezer in. Moet je heel goed uitzoeken, want je hebt allemaal van dit soort dingetjes. Je hebt, ik heb hier hummus, pikante hummus. Ik heb hem nog niet gehad. Dan deze weer, een brood. Kijk, en hier staat Roderick op. Ja, dit is Roderick, jongens. Dit is Roderick, ja. En dan heb ik nog lekker, mag ik eens even binnenkort een lekker Italiaanse lasagne bolognese maken. Ook leuk voor een kookvideo. Yay! Het is inmiddels alweer bijna 5 uur. Nog een uurtje, dan moet ik Roodbakker weer bellen. En ik ben lekker vlogs aan het editen. Ik heb soepie op. En nou ja, ik ga nog zometeen nog even kommetje soep maken. Ik ben al lekker bezig met mijn steen. Ik heb hier een leuk steentje. Ik heb hier een leuk steentje. En ga zomaar even door. Ik ga nog niet alles verklappen. Maar ik ga volgende week eventjes jullie in meenemen in een leuke knutselvlog. Hoe ik dit dus doe. En dan hoop ik dat jullie er ook weer wat van leren. Zodat jullie ook zoiets hebben van, hé, dat ga ik maken. Dat doe ik, dat en dat ga ik ook doen. Hé, rooien. Ook weer een keertje achter mij. Hi. Dus nee, dus dat ga ik eens een keer ook even doen. En ik ben, ja, dat zeg ik, ik ben gewoon lekker druk bezig. Dus ja, ik mag niet klagen. En hoe gaat het met jullie? In deze nog rare tijden, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, waar we allemaal in leven. Ja. Dus je kan er melk bij me. Ik heb weer een kommetje soep die ik niet, waarschijnlijk niet helemaal, helemaal gelijk op ga eten. Ik ben lekker met mijn steentjes bezig. En dan... Ja, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Ik ben eigenlijk met alles een beetje bezig. Dat is gewoon leuk. Ik moet rood hebben, wit hebben en zwart hebben. Want dat zijn eigenlijk de basiskleuren bij mij. Op dit moment waar ik dus mee bezig ben.
en een zwarte pen. En van de Action. Nee, ik moet zwart hebben. Heb ik nog zwart? Zwart is een beetje lastig te vinden. Hè? Ja, vinden. Ik heb hem nu wel. En dan ga ik even kijken waar ik hem neer kan knallen. Ja. En ik moet blauw hebben. Donkerblauw, donkerblauw, donkerblauw. Ik moet niet weer deze hand gaan doen. Dat is een beetje, ja, ik moet zeggen. Dat is paars. Ik ben een beetje boekje zoek hier. Wisten jullie dat? Nou, bij deze. Ik ben een beetje boekje zoek. Ja, ik heb blauw gevonden. Nee, dit zijn in principe de hoofdkleuren. Dit is voor de logo Facebook. Dit is voor de logo YouTube. Hier kan ik mee schrijven. Dit is ook voor de logo Facebook en YouTube. En zwart zo af en toe. Dus ja, zo blijf je een beetje bezig. Hartstikke mooi. En dan heb ik een papiertje. En dan klad ik. Ga ik eerst even lekker schudden. En dan de rest doen. Lady ligt lekker hier. Hè? Jij, Leed. Jij. En de twee cavia's die liggen door. Ja. Zondag weer jullie verschonen. Zo. Wazig. Ja, wazig. Nou, dan doe ik jou wel hoor. Ook goed. Hey. Hey, kom dan. Jij. Jij. En dan hebben we Beauty hier. Ja. Oeh. Kwispel. Ja. Ik ga de baas bellen. Ja, het is namelijk al 6 uur geweest. Het is 6 over 6. Dus ik ga de baas bellen. Hello. Ja. Zo liggen de dames erbij. Lady hier. Beauty daar. Speedy daar. En waar mijn andere twee dames zijn. Oeh, daar komt er een aan. Dat is Lovely. Hi, meisje. Hi, kind. Hi. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Ja, ga maar kijken. Mag van mij. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Nee. Ga maar kijken. Zachtjes, hè. Keurig meisje. Goed zo. Ja. Kom dan. Kom eens hier. Knuff. Niet? Dan niet. Prima. Wil jij wel knuffie? Lovely, kom. Lovely. Lovely, kom eens hier. Lovely, kom dan. Nee, dan niet. Beauty, kom dan. Beauty, kom. 1, 2. Nou, ook niet. Nou, dan niet. Lekker, kluifie. Is dat lekker kluifie dan, hè? Ja, goed zo. Het zonnetje schijnt lekker in mijn gezicht, zoals jullie wel licht kunnen zien. We staan nu even bij Select. Er zit nu even wat peut in de auto. Ja, dank je. Top. Kijk, dat is nog wel eens rood in mijn gezichtsbeeld. Dat is ook handig. Nou, en Ro die gaat even naar binnen. Eventjes afrekenen. En dan hebben we genoeg in de tank. Dankzij mama even weer. Voor een ritje Den Helder. Ja. Ideaal. Mam, dank u wel. Yes. Ik heb u gisteren ook al gezegd dat we het onwijs fijn vinden dat u eventjes voorlopig even onze benzine betaalt. Want anders kunnen we gewoon nergens ergens heen. Kijk, Ro die heeft ook zijn vaste lasten. Die wil gewoon zijn huis niet verkopen. Dat vindt hij niks. Nou ja, dus, en ik ga ook mijn huis niet uit. Want dat is een huurwoning. En als ik samen ga wonen, ben ik alles gewoon kwijt qua OEFA's pas. En ga zo maar even door. Dus het is ook een beetje win-win situatie. Dus ja. Dus, Rudy komt eraan. Ik ga even opschrijven hoeveel kilometers we al hebben op de teller. En dan komt het hopelijk wel weer goed. Ik ben ook even gelijk voor Roderick bezig. Roderick die krijgt eventjes een lekker broodje. Eventjes helemaal niet doen. Een paar seconden. En dan pak ik eventjes een mes.
En dan ga ik eventjes onderscheppelen. Ja, hij is weer lekker, deels lekker vers. Ik vind het ook wel lekker. Zo. Ik kan Roland weer vragen, van moet jij dan niks? Heb. Rustig. En zo liggen ze hier dus erbij. Daar. En daar. En draakje daar. Gaat helemaal goed. Gaat helemaal goed op. Hé meiden. Jij. Ja. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze leuke vlog. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een belletje achter, want blijf jij namelijk op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. En dat zou ik namelijk super tof vinden. En super leuk. Ja, zeker. De hypotheker, zouden we maar zeggen. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei.